Jongens, elke week bespreken we voor jullie de laatste tech gadgets en gear. Natuurlijk in Gamers at Gear. En dat kunnen soms gekke, rare niche producten zijn voor streams of voor video's. Maar in dit geval voor je internetgebruik. Ja. Namelijk, we gaan het hebben over een gaming router van Linksys, de WRT32X. Waarom hebben wij dit nodig, Tom? Dat is een beetje de vraag of je dat nodig hebt. Wil jij geld spenderen om jezelf de optimale verbinding te geven tijdens je games? Dan zou dit een soort van ding kunnen zijn waar je naartoe gaat kijken. Dan kijk je wel ook tegen een richtprijs van ongeveer €280 aan. Dus daar zit misschien een beetje de clue. Mijn taak binnen Gamers at Gear is om altijd de domme vragen te stellen, zodat jij dat niet hoeft te doen. Want iedereen, ik weet zeker dat heel veel kijkers dit afvragen. Zo'n ding, hè? Ja. Dit moet jouw internet versnellen. Maar je zit ook vast aan je abonnement. Mm-hmm. Dat kan niet sneller dan wat je abonnement is. Dus zeggen de verkopers als Linksys, ja, maar er zitten te veel netwerken, bla bla, te veel dingen op een netwerk. Mm-hmm. In de praktijk is dat echt zo'n wereld van verschil dat je opeens aan het downloaden bent met gigasnelheden waarvan je denkt van, ik wist niet eens dat dit uit mijn Ziggo-abonnement kwam. Nee, dat is het absoluut niet. Je internet is afgetopt natuurlijk op een bepaalde snelheid. Dit kan het niet sneller maken. Dit kan alleen zo min mogelijk vertraging, zeg maar, op gaan leveren. Dus wat het is met normale routers is dat het internet komt binnen en wordt verspreid over het hele huis. Dus het gaat naar, weet je wel, je zusje die Netflix aan het kijken is op de mobiel en je vader is, weet ik veel, Excel-sheetjes in aan het vullen of zo, weet ik veel. Pornhub kan natuurlijk ook, iedereen heeft die vader. Maar het internet gaat alle kanten op en het kan een beetje verstrengeld raken en zo. En dit ding probeert eigenlijk de games te prioriseren boven de rest. Dus als hij ziet van, oh, één iemand is aan het gamen, dan ga ik alles een beetje op de backbone zetten en dan gaat de rest, gaat allemaal zoveel mogelijk snelheid, gaat richting die game. En dat zou je ping moeten kunnen verlagen met 77% ten opzichte van andere modems en routers die het alle kanten op sturen. Ik geloof deze techniek. Ik geloof dit. Ik snap, het is alleen niet te testen. Want als je naar van die snelheidstesten gaat, als wij hier op GNSQ snelheidstest draaien in je browser, weet dat het altijd veel sneller wordt geklokt dan dat het daadwerkelijk is. Ja, dat wordt vaak afgekocht. En daarnaast is het heel erg lastig te vergelijken met hoe het was. Ik bedoel, zodra jij een game opstart, krijg je dan klachten van Jessica die Netflix aan het kijken is. Die zegt, oh nee, mijn resolutie van Netflix gaat omlaag. Nee. Want jij start met een game op, dus je krijgt te veel prioriteit. Nee, het is wel te vergelijken. Je moet eigenlijk gewoon twee routers naast elkaar zetten en dezelfde game proberen te spelen op hetzelfde netwerk. Nou ja, goed, zo zou je kunnen vergelijken. Maar er is wel een soort van raar ander extra dingetje aan deze router die het een soort van nog meer niche maakt dan het al was. En dat is dat het heeft een killer netwerkkaart erin zitten. En het werkt ook het beste als je het doet op killer netwerk enabled apparaten. Dus jij moet een laptop of een systeem hebben van MSI of Razer of Alienware of een vrij duur systeem met zo'n netwerkkaart om ervoor te zorgen dat het echt goed werkt. Dus het maakt het super niche. Tegelijkertijd ook zonder dat killer netwerk werkt het op zich wel aardig, maar steeds meer andere routers en steeds meer andere producten, andere laptops en andere systemen hebben zelf ook al zo'n prioritisering dingetje. Dat ze proberen prioriteit te krijgen boven een Netflix stream of boven een download omdat je aan het gamen bent. Dus wat dat betreft is het voor €280 wel een soort van hele rare uitgave waar je wel echt van overtuigd moet zijn en je moet al zo'n killer ding hebben en dan pas haal je echt die super lage ping eruit. Het is natuurlijk wel zo dat als je een killer LAN device hebt van Razer of MSI, dan heb je al meer te spenderen. Dus dan is ja, nee, dan zou je zeggen dat dit een kleine aankoop. Oh, €284, you take my money, koop er een lolly van. Ja. Maar wat je zegt, het is wel, het is niet zo enorm merkbaar. Ik vind, hij heeft het heel erg goed voor elkaar, deze router, ook als je kijkt naar de software die erbij zit, of nou ja, in ieder geval. Die gaat dan natuurlijk over je browser. Maar je kunt ook wel echt netjes dingen indelen van, oh, ik wil dat mijn mobiel altijd iets lager staat dan mijn main PC. En hij ziet ook zonder die killer netwerkkaarten, kan hij op zich al wel zien van, oh, jij bent nu duidelijk aan het gamen, dus ik ga jou al een beetje op de prio-baan zetten. Het is ook leuk hoe je daar een soort van inzage op hebt en dat je dat zelf ook kan testen. En nee, je moet het niet met, alsjeblieft, als je een snelheidstest doet op het internet, doe het dan op de juiste website. Want wat jij ook zegt, die dingen die dan veel hoger uitkomen dan je eigenlijk snelheid is, dat is ook heel vaak omdat heel veel providers die snelheden afkopen. Jouw snelheid tijdens zo'n internettest wordt een soort van ook op een prio-baan gezet. Want dat koopt Ziggo en KPN koopt dat af. Dat als je die test doet van, hey, kijk, supersnel. Wat een nazi's. Ja, dat is niet zo heel netjes. Dus dat moet je altijd even kijken welke sites. Nee, Amador is het niet. Kapot schieten, nee, echt waar. Nee, dat vind ik echt niet kunnen. Ik ben
dan ben ik nog een internetvaardige consument, hè? Ja. Tom vindt mij heel dom, maar ik ben natuurlijk gemiddeld op Nederland slimmer dan de meeste mensen die er echt niet over nadenken. Nee, ik vind het echt heel kwaad. Ik vind dat we wat aan moeten doen. Is Antoinette Hetzenberg, heb je die nog in je telefoon staan? Nee. Van de radar? Nee, we kunnen wel even kijken of we kunnen bellen. Ja, maar ik vind het echt heel erg. Ja, nee, ja. Ik maak me daar kwaad om, want kijk, dan kan je dit namelijk ook niet, dit is dan ook geen oplossing. Als er geen, nee. als de feiten niet op tafel zijn, dan kun je, nou, Trump, Brexit, dat is allemaal datzelfde. Ziggo, daar komen jullie. Internet first. It's going to be internet first from here on out. Echt waar, nee, maar ik vind het oprecht, erg. Maar goed, ik geloof in de techniek. Alleen voor dat geld is het verschil misschien niet groot genoeg. Nee, dat zou je kunnen zeggen. En vooral ook naarmate steeds meer apparaten zelf ook al die prioritorisering doen. Als je heel tech-savvy bent, kun je dat ook op je bestaande router al wel een programmaatje ervoor schrijven die dat zelf al doet. Dit ding heeft dan zijn eigen processor om het te doen voor je. Nou ja, goed, dat zou je kunnen zeggen. Daar betaal je dan voor. Maar ja, of dat effect dermate groot is, dat zou ik zo niet zeggen dat je daar... ongeacht wat, €280 voor neerlegt. En wat je ook al zegt, het maakt je internet niet sneller als jij al een flut abonnement hebt. Voilà. Ja. Maar voor je vrienden is het wel cool, want dat ding heeft antennes. Ja, nou ja, 4 antennes, dat is, het bereik is goed. En natuurlijk, je kunt hem gebruiken als internetswitch. Heb je weer 2 extra wifi kanalen waar je weer domme namen op kan zetten. Ik vind het leuk om iedereen in mijn appartementencomplex ermee te irriteren. Nou, dat is Tom's vrije tijd. Jullie vrije tijd spenderen jullie op gamers.nl of YouTube om dit item te kijken. Bedankt daarvoor dat je daar je vrije tijd aan besteedt. Tom, bedankt voor deze zeer inhoudelijke review van de... Wordt hier ook nog over geschreven, lijkt me niet, toch? Nou, ik kan wel een stukje over schrijven. Ja, wat je wil. Nou, check gamers.nl of dat is gebeurd of niet. En wij hopen... Om mij te vitten van, ga ze een review schrijven. Dat heeft nog niemand ooit gevraagd, maar goed. Maar onwijs bedankt voor het kijken deze week. Wil je echt alles weten, Gamers at Gear, zoek het allemaal op gamers.nl of op YouTube. Bedankt voor het kijken, bedankt Tom. En tot de volgende Gamers at Gear. Doei. Hoe gek van jou, het laatste woord. Dit is stom.